Hallo, lieve vrienden en biergenoten. Hebben jullie misschien de laatste tijd ook iets bijzonders aan Biergek kunnen ontdekken? Nou, de vraag was, hebben jullie wat bijzonders aan Biergek kunnen ontdekken? Natuurlijk, Biergek heeft een nieuwe tatoeage, dat hebben jullie natuurlijk allemaal gezien. Nee, dat is het niet. Biergek is de laatste tijd een beetje romiger geworden, laten we het zo noemen. Dus in het nieuwe jaar is het misschien tijd om wat andere biertjes te gaan drinken dan die we nu steeds drinken. Trouwens, zou misschien mooi water gaan beoordelen. Nou, dat gaan we niet doen. Maar misschien kleine blikjes in plaats van grote. In ieder geval, we gaan een poging doen. Maar vandaag, wat drinken we dan vandaag? Vandaag drinken we een Puhaste Silver Series uit Estland. En dit is de Bourbon, de Faba Bourbon Barrel Aged. 14,5% Estland, dus Puhaste. Nou, jullie weten dat Biergek Pujala ambassadeur is. Puhas komt ook uit Estland. Maakt ook meestal de meest fantastische bieren. Nou, we gaan gewoon proberen. Het is Biergetiet, dus we gaan er weer voor. Ik ga jullie de moeite van de wasdop weer besparen. Ik heb hier een staan zonder. We gaan hem openmaken weer. Nou, klein beetje koolzuur. Etiket naar voren. Goed, ja, brouwvrouw. We gaan hem even in het glas doen. Ai, kijk eens. Mooie zwarte vloeistof. Beetje stroperig. Nou, ik ben heel benieuwd. Fijn beetje schuim. Ja, hij past er bijna helemaal in. Een beetje draaien. Staat ook op het flesje. Net als de vorige keer. Walsen voor duimschenk. Dat had ik al gedaan. Zo. De laatste drupjes erin. Nou, wat hebben we? Ja, gitzwarte vloeistof. Ik kan er niet doorheen kijken. Ook niet in het licht. Nou, piepklein dun laagje schuim, wat je mag verwachten van dit soort bier. Even ruiken. Wow. Ja, rozijntjes, pruim, donker fruit, beetje koffie, zoet, boozy. We moeten er maar even in duiken. Ik ga nog een slokje doen. Nee, brouwvrouw, dit is geen biertje voor jou. Dit lust je vast niet. Ah, nee, met. Fantastisch. Koffie, lekkere dikke koffie komt er doorheen. Ook de rozijn, de boost van de bourbon. Dan merk je, hij plakt in de mond. Hij is dik, stroperig. Ja, fantastisch. Untapped. Geen twijfel over mogelijk. 5 punten. Mensen, weer bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En tjoch. En tot de volgende keer.